Hallo. Het water loopt me alweer in de mond als ik bedenk wat we vandaag gaan tekenen. Vandaag gaan we namelijk een appeltaart tekenen. Doe je weer mee? Gaan we eens kijken hoe zo'n appeltaart er precies uitziet. Je hebt natuurlijk verschillende soorten appeltaart. Kruimelappeltaart. Of kruimelvlaai is dat, kruimelappelvlaai. Nee, laten we eens een traditionele appeltaart gaan tekenen. Doe je weer mee? Ja, een appeltaart. Hoe teken je een appeltaart? Nou, een traditionele appeltaart. Tenminste, zoals ik hem vroeger bij mijn oma at. En zoals mijn moeder hem vroeger bakte. En was zo'n appeltaart met zo'n vlechtwerk eroverheen. Dus, ja, en hoe teken je dat nou? Hè? Want dat is nog niet zo heel makkelijk dat te tekenen. Dus we gaan dat gewoon proberen om dat ook eens te tekenen. Je ziet het ook al aan mij. Het is niet echt makkelijk. Ik bak hem makkelijker, zeg maar, dan dat ik hem teken. Dat is wel duidelijk. Maar ik moet zeggen, ik krijg er wel gelijk trek in, hoor. Zo'n lekkere appeltaart. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Mooi plateau waar die op staat. Wanneer is die zo'n appeltaart nou het lekkerst? Als die natuurlijk warm uit de oven komt. Dus laten we hem gelijk even nog wat warmer maken. Zo, nog wat schaduw. En ik vind het zo'n prima appeltaart. Ik zou zeggen, teken ook eens een appeltaart. Nou, er zijn natuurlijk verschillende soorten appeltaarten. Maar ja, deze vind ik toch wel traditioneel het lekkerst. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!